Yo, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe Mindtopia-episode op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En we gaan er gewoon weer tegenaan. Zoals jullie zien sta ik in het o zo mooie Cutraxia. En ik sta in een gebouw wat jullie nog nooit gezien hebben in mijn video's. Want, dit is mijn autobedrijf. Hier verkoop ik auto's en het is hartstikke mooi en hartstikke groot. En ik heb die laten neerzetten toen voor 200.000 heb ik hiervoor betaald. En dat was nog gelukkig voor de inflatie. Dus ik heb gelukkig nog wat meer geld. Ik ben teruggekomen van mijn vakantie. Kwam ik erachter dat er ineens nog extra 200.000 van mijn rekening afgehaald is. Omdat er dus inderdaad inflatie is. Dat mensen gewoon geld kwijt zijn. Omdat anders mensen te veel geld hadden. Dus zorg dat de prijs een beetje klopte. De inflatie natuurlijk. Omdat de mensen heel veel geld hadden. Ben ik 200.000 euro kwijtgeraakt. Dat geeft niet. Het is niet anders. En ik zie ook ineens. Ik heb helemaal gemist. Maar zo'n redstone blocks zijn er nu in het spel, dus ik weet de hele eenheden niet meer van hoeveel iets waard is. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval staan ze nu in mijn nieuwe winkel. Hier kan je allemaal auto's kopen voor een bepaalde prijs. Het zijn volgens mij voor die auto's van 5.000. Ik zal het even laten zien. We gaan even lekker naar binnen. Dit is de showroom van de auto's. Dit zijn de auto's die ik verkoop. Ik verkoop deze hele mooie gele, standaard blauwe en rode. Heb deze hele vette, dikke Lamborghini. Pap. Deze is echt fucking baas. Noob. Is dat hier dan? Noobje. Ja, Lamborghini en deze hele mooie cabrio. Het zijn vette auto's. Kan je kopen voor een bepaalde prijs. Kom ik ze bij je neerzetten persoonlijk. En dan heb jij gewoon een vette bak voor je auto. Voor je deur, zeg maar. Een auto. Ik weet niet 100% zeker. Maar 99% zeker weet ik, als je een auto hebt gekocht, dat je een level omhoog krijgt. Dat betekent dus meer geld. Want een auto is duur, heb je aanzien. En aanzien betekent gewoon geld. Maar dan moet je wel natuurlijk een plot hebben. Je moet je plot hebben natuurlijk, anders kan je natuurlijk je auto niet bij je kwijt. Als je hem op de weg wil zetten, dat kan. Maar dan moet je vergunning vragen en moet je hem regelen. Want ik kan niet zomaar auto's neerzetten op een gebied wat niet van jou is natuurlijk. Want dat zou een beetje heel erg raar zijn als het wel zou kunnen, zeg maar. Dus op die fiets zorg je ervoor dat je gewoon, als je het buiten wil hebben staan, dat je het moet regelen bij de gemeente of iets dergelijks. Dat is niet mijn pakje aan. Maar deze episode is even een belangrijke episode namelijk. Ik ga namelijk het volgende moeten doen. Ik heb een klacht gedaan. Heb ik voor bij de burgemeester. En omdat ik natuurlijk, ik ben een speler. Ik ben natuurlijk geen hoog persoon meer. Ik ben niet echt een FBI zoals ik eerst was natuurlijk. Wat jullie allemaal begrepen hebben uiteindelijk. Ik ben geen FBI meer, maar ik ben wel iemand met aanzien en aandacht. Maar mensen die weten wel, ik ben een hoog level. Ik heb meerdere bedrijven heb ik op nog steeds lopen in Mindtopia. En ik ken de burgemeester gewoon heel goed. Dus ik heb een afspraak met haar gemaakt, met Vee, Dropveter. Dus ik ga even bij haar kijken, met Dropveter. Ja, en ze gaat mijn klachten aanhoren. Want, ik ben nu ondertussen alweer 2 weken verder dat ik geen FBI meer ben. Maar, zoals heel veel jullie al weten, heb ik ook een keer een episode gemaakt waar ik een bedrijf had aangevraagd. En in die bedrijf aanvraag, dat is dus ongeveer 2-3 weken geleden. En ondertussen is hij nog steeds niet gebouwd. Ik heb de aanvraag dus goedgekeurd eindelijk. Daar ben ik heel blij mee. Dat is goed geregeld. Dat heeft ook wel iets geduurd. Maar er was natuurlijk een misverstandje. Dat geeft niet. Dat kan altijd gebeuren. Uiteindelijk is hij goedgekeurd. Maar nu wacht ik al 2-3 weken op de, eigenlijk op die gebouwd is. Want dat was hier. Op dit plotje. Dit is mijn plot. Hier wou ik een kledingwinkel starten. Dat was mijn idee. Ik had al mijn kleding al ingekocht. Ik was er helemaal klaar voor. Let's go. Let's fucking do this. Want ja, dan moet er gewoon staan binnen een tijdje. En ik zie hier helemaal niks nog. Maar nu kijk ik naast me. En naast me hier zo, zie je hier de kledingwinkel, genaamd Q-kleding, kleding. En dat plot was nog niet eens verkocht, dat hele plot nog niet eens, toen ik mijn aanvraag had ingeleverd. En ik kom hier aan, en ik zie gewoon, deze man heeft al een heel gebouw. En die heeft al kleding staan, helemaal klaar, dus de vergunning is gedaan, bouwvergunning is goedgekeurd, alles is al goedgekeurd. Terwijl ik al mijn aanvraag had ingediend om te bouwen voordat deze gast überhaupt zijn plot gekocht had. Dus dat is iets waar ik best wel pissig om ben. En best wel geïrriteerd over ben. Want ja, hallo. Ik wacht 4 weken voor mijn bouwen. En deze gast komt maar eventjes langs. En die krijgt gewoon zijn gebouw in 5 minuten tijd of zo. Dat vind ik echt onzin. Dus wat ik ga doen. Ik ga even naar de burgemeester. Even mijn klachten uitleggen. En even gezellig bijkletsen weer. Natuurlijk met Dropveter. Want het is een hele aardige burgemeester. Dus ik kijk, ik ben nu. Dit is het gemeentehuis. Ik kom nu naar binnen gelopen. Dus dat is allemaal wat chill. En ik had een afspraak met hem gemaakt. Dus als het goed is. Ik zal ze ook komen ophalen beneden. Dus dat is fijn. Hey, Dylan. Hey, Vee. Hey. Kan ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb geen zin om een. Zorg dat ik als niet binnenkom. Zeg je politie hier dan? Ik heb een nekslag in mijn rug. Heb ik geen zin in. Ja, jeetje. Nou, goed. Het is hier allemaal echt super druk. Maar even serieus. Echt, zodra die deur open gaat, iedereen stort naar binnen. Dat is echt niet normaal. Ja, ik ken het van mijn FBI-tijden nog. Stond ik hier binnen en dan kwamen ze gewoon met z'n allen. Dus ja, ja. Ik ken het toch. Nou, die Giga Ninja dat in de chat. Mag ik jullie personal bodyguard worden? Tegen stalkers of zo. Maar Giga, jij bent degene die me stalkt de hele tijd. Dus dat is een beetje eng.
Heb jij een beetje een meer privé plek om te praten dan deze pottenkijkers hier zo? Mijn kantoor. Mijn kantoor, oké. Dat is hier en ik heb een heel leuk kantoor. Ik weet niet, heb je dat wel eens gezien? Natuurlijk, natuurlijk. Ik ben niet vaak genoeg geweest hoor, dus ooit. Nou, binnen. En dan kom je de deur dicht. Zo. Ah, ik vind de stijl wel heel mooi. Yes, heel mooi. Heel mooi rood. Ja, lekker. Een watertje zou wel lekker zijn, denk ik. Hatsplats, dankjewel. Hoppakee. Zo. Ja, mooi kantoor, man. Meid, sorry. Mooi kantoor, meid. Ziet er goed uit met al het rood. Ben ik heel blij mee. Ben ik heel tevreden mee. Hey, zullen we eigenlijk maar gewoon meteen de zaken komen? Kunnen we ergens zitten? Dit zijn de zitten dingetjes, hè? Yes. Hoppa. Nou, Vee. Ik ben heel blij met Contractia. Ik zit hier eigenlijk al heel lang in Contractia natuurlijk. Ik loop hier rond. Ik heb een eigen winkeltje hier met de appel op het dak. Die uiteindelijk goedgekeurd is. Yes. Maar ik had je vorige keer ook al een keer een gesprek met je gehad. Was het inderdaad van, ja, mijn aanvraagformulier duurt nog een beetje langer dan die er is. Nou, uiteindelijk heb je die goedgekeurd. Dat vind ik wel heel blij mee, dat die goedgekeurd is. Maar weet je hoe lang geleden het ook alweer was, ongeveer? Nou, ik zou niet weten. Dan moet ik het hele archief weer terugzoeken om te kijken welke datum het boekje is geschreven. Maar ik zou het niet weten. Ongeveer 2-3 weken geleden. Ik weet ook niet precies de datum. Ongeveer 2-3 weken. En nou, mijn gebouw staat er nog steeds niet. Mijn bedrijf. Ik heb me meteen ingeleverd bij het bouwbedrijf. Want dat heb je me heel mooi uitgelegd. Ja, dan moet je bij het bouwbedrijf gaan. Dan moet je niet hier zijn. Daar heb je gelijk in. Ben ik dus naar het bouwbedrijf gegaan. Met mijn aanvraagformulier van oké. Hier, en het goedkeuringsformulier heb ik ingeleverd. Plus de aanvraag. Ja. 2-3 weken later. Nog steeds in gebouw. Staat er op een gegeven moment een plotje naast mij. Diegene had toch helemaal niks gekocht. In de eerste instantie. Toen ik mijn aanvraag had ingediend. En die hele winkel staat er al. Ja, daar ben ik best wel geïrriteerd over. Hoe kan dat? What's up? Ja, dat snap ik. Maar als eerste wil ik even zeggen, deze klachten over het bouwbedrijf moet je niet bij de gemeente leveren. Want ik snap het, de gemeente zou erover moeten gaan. Maar ik kan er verder niks aan doen. Ik kan niet tegen hun zeggen, yo, ga eens eventjes wat doen, zeg maar. Als ze, ja... Dat kan ik wel zeggen, maar ja, of het nut heeft, dat weet ik niet. Ik snap het. Ja, goed, ik dacht, ik ga het even met jou bespreken, want dat is zo, ik weet niet, want dus jou staat natuurlijk dat alles lekker netjes gaat lopen, is dat? Ja. En dan doet het ook. Ik zie heel veel vooruitgang in de stad. Ja, ik zal even het balkon kijken, dat lijkt me even leuk, want ik kan het niet uit. Goed. Ja. Ja, ik moet kijken. Het ziet er echt heel voorspoedig uit, zeg maar. Het is heel erg gegroeid. Ik vind het echt heel mooi hier ook. Yes, hier komt binnenkort ook een weg, etcetera, hier zo lang. Ja, ik zie het. Lekker veel asfalt. Dat is hartstikke goed. Ik vind het echt super mooi worden en je doet het hartstikke goed. Alleen, ja, ik baal gewoon dat ik inderdaad... Dat sommige winkels in één keer wel eruit gestampt worden. Terwijl ik weet 100% zeker dat ik mijn aanvraag eerder had ingeleverd... dan diegene überhaupt het plot had. Dus dat vind ik een beetje frappant, zeg maar. Een beetje gek. Ja, nee, dat snap ik. Ja, nou ja, goed. Ja, ik kan het even aan gaan geven. Ik kan het even schoppen om de kont geven... Dat ze dingen moet gaan doen, maar... Ja, daar kom ik eigenlijk vooral voor, ja, natuurlijk. Kijk, je kan er niks aan doen. Ik bedoel, het is een bedrijf apart naast jou en naast natuurlijk het gemeente. Het is zelf een bedrijf, maar dat snap ik. Maar ik zou het inderdaad fijn vinden dat je het even een schop onder hun kont geeft. Van, hey, zorg dat je je zaak op orde hebt. Dat je wel degene die eerst waren, eerst laat gaan. Ja, is goed. Als ik jou was, zou ik dan wel eventjes een klacht indienen bij het gebouw zelf. Zeg maar bij... de bouw, ja, mensen. Ik zou daar gewoon zelf even een klacht bij indienen. Gewoon een boekje achterlaten en gewoon even dit helemaal uitleggen. Zij kunnen er meer mee doen dan ik. Ja, dat is een hele goeie. Dankjewel. Dan ga ik het even regelen. Mag ik trouwens weten, heb je nog leuke plannen hier al inderdaad, want voor de stad? Er komt hier asfalt binnenkort. Mm-hmm. En een heel leuk dingetje waar ik nog mee bezig ben, is dat ik straatnamen wil gaan doen. Straatnamen? Ja, dus zeg maar... wegen die hier komen, zeg maar, op het moment dat er overal asfalt ligt, wil ik straten namen geven, omdat ik dat 1 leuk vind. En 2, het is overzichtelijker voor mensen, want sommige mensen zeggen, ja, ik woon op plot, we zeggen 164. En dan zitten ze van, ja, waar is 164 nou weer, weet je wel? En dan kan je zeggen, ja, dat is die en die straat. Ik snap het. Ja, vet. Ik heb een misschien een voorstel voor een leuke naam voor de straat. Nou, vertel het eens. Hey, wat dacht je van de Red Street? Hè? Oh, de Red Street. Want ik ga het hier opzetten, want ik moet in jouw stijl bouwen, dat weet ik. En de stijl met de red bricks, maar ik moet af en toe een beetje wol tussendoor. Ik bedoel, hetzelfde als dat gebouw daar staat, weet je wel, het appartement op het plein. Ja. En dan een beetje roodachtig. Ik zou het heel leuk vinden als je het zou kunnen doen, maar ja, het is natuurlijk jouw keuze. Dus, daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben. En als je genoeg mensen ervoor hebt, zeg maar, als je...
plan goed genoeg uitschrijft, dan kan je altijd alles voor elkaar krijgen. Oh, dank je. Dat werkt bij iedereen zo. Oké, dat is geweldig. Dan ga ik even meteen even langs het bouwbedrijf. Want ja, ik ga daar wel even naar jouw advies luisteren natuurlijk. Ik ga even meteen een briefbeur in de briefbus droppen. Dan spreek je vast wel later een keer. Dus leuk om je weer te spreken, Fee. Is goed, ja. Was gezellig. Ik zal de deur even hier voor je openen. Wat? Oké. Wauw. Het is slecht. Mooi kantoor. Mooi kantoor. Echt waar. Yes. Nou, ik zal je eventjes langs de nooduitgang eruit laten. Want anders... Ja, het is een beetje druk beneden. Ja, ik weet het. Ik word een beetje lastig gevallen. Ja, nou, die zit hier. Dit is trouwens. Ja? Yeah? Lees maar gewoon. Wall of Stupid. Gewoon Mr. Jasper. Gebouwtje. Gewoon Walid Creative Shop. Anoniem. Dat weet afgezet worden. Oké. Okay. Oké. Lees het. Ik lees het. Special. Wat is dit? Wat is een okay, special question. Hallo Dropfit. Ik ben gewoon Walid. Dit is mijn sociale vraag. Mag ik alsjeblieft een gele kleurnaam? Ik heb namelijk een blauwe naam, maar dat vind ik niet zo mooi. Oké. Ik bedoel... Walid, misschien ben je een heel aardige gast hoor, maar een gele naam dat houdt in dat je in Kutraxia woont. En blauw houdt in dat je dan in Greydale? Cosmopolitan woont. Ja, ook Greydale ligt van mij. Greydale volgens mij. Dit is Cosmopolitan is heel lichtblauw, zeg maar. Ja, precies. Dus daarom, Walid, is een beetje een stomme vraag. Dat je moet weten. Wel grappig, leuk gedaan, leuk verzonnen. Beetje lullig, maar leuk. Ja, ik vond hem wel leuk. Dus nou. Zeg maar, als we allemaal eens een keer in een slechte bui zijn, dan kijken we hier naar en dan denk ik van... Oh ja, hiervoor doen we het allemaal. Ja. Kan je lachen. Nou, alsjeblieft. Dankjewel, Fee. Ja, succes ermee. En dankjewel. En cool nog wel, ja? Helemaal goed, dankjewel. Yo, doei. Doei. Nou, dat was Fee, de burgemeester. Ik was eigenlijk om te klagen, maar zij is eigenlijk zo aardig. En zoals ik zei, ik heb eigenlijk niks tegen Fee zelf. Ze heeft het zelf heel Kutraxia weer terug op de benen gezet. Het was natuurlijk echt een teringzooi met Kutraxia. Laten we eerlijk zijn, het was het echt. Toen heeft ze besloten, weet je wat, schone lei. Dat was iets waar ik ook best wel geïrriteerd over was. Het is inderdaad alles had weggeflikkerd, alle aanvragen. En op de nieuwe manier moest invullen. Dat was kloten, maar goed, weet je, het loopt nu. Ik bedoel, moet je zien hoe de stad er nu bij ligt, vergeleken eerst. Overal gebouwen, iedereen heeft geld in contractie. Ja, het is geen gigantische zwendelstadje meer. Dus dat is iets waar ik best wel, ja, best wel cool vind van haar. Dus misschien blijf ik wel in contractie, ja. Want toen zag ik even lekker een bouwbedrijf. Het zat natuurlijk naast mijn mooie autobedrijf. Ik heb nog geen naam van mijn autobedrijf. Ik dacht van Red Cars. Zo, weet je, met Red Light Cars. Ja, want ik ga weer de Red Street openen. Dat is iets wat ik zeker wil gaan doen. En ik heb nog een andere ambitie. Een geheime ambitie die ik niet aan jullie ga vertellen nog. Maar ik heb weer een rol op het oog eigenlijk in Mindtopia. In de steden. Die heel erg leuk is. Dus ik ga niet gewoon spelen willen blijven meer. Ik ga wat verzinnen. Ik ga proberen wat te worden. Maar dat ga ik allemaal geheim houden. Zijn de deur dicht, dan zijn wij ook gesloten. Nou, dan ga ik even een briefje inleveren. Beste meneer. Ik ben onder... Twee weken geleden heb ik een aanvraag gedaan voor het bouwen van mijn bedrijf. Toen heb ik mijn... even kijken hoor. Goedkeuring van de bouwvergunning bij jullie in de brievenbus gedaan. Plus de aanvraag. Nu ben ik al 2 weken aan het wachten op het gebouw. Hoofdletters, want ik ben boos. Ondertussen heeft het lot naast mij, wat toen ik de aanvraag deed nog van niemand was, al een gebouw plus winkel staan. Dat vind ik niet oké. Voortrekkerij? Nou, oké, mooi. Zo doe ik het op die manier. Groetjes. Ik hoor graag terug van jullie. Zo, met vriendelijke groeten. Dylan Rotjochie. Zo, hatsenflats. Signe. Klacht Rotjoch. Boom. En die gaat gewoon alleen vergunningen. Aanvraagvergunningen. Nee, wat is dit? Plotnummer. Solliciteert niet meer mogelijk. Maar ja,
Dus een klachtenbrief, die gaat lekker in de vergunningen. Misschien lezen ze deze wel, of we moeten weer 2 weken overleen. Dus dat vind ik iets niet zo cool, zeg maar. Dus ik ga lekker terug naar boven, weer een gebouw in, want ik word nog een beetje gevolgd door deze mensen. Ja, het is een beetje lastig af en toe in Mindtopia voor mij, een contract zetten lopen en opnames, maar dat geeft niet, dat hoort er allemaal bij. Hatseflats. Ik ben weer binnen, in mijn mooie bedrijf, zie mijn mooie BMW daar staan. Ach, prachtig, jongen. Oh, wat leuk. Supermooi. En ja, eigenlijk is dit een beetje het. Ik heb een klacht gedaan bij natuurlijk de burgemeester. En die heeft gewoon eerlijk gezegd, nou goed, deel, dat moet je niet bij mij zijn. Maar ik vind het lullig voor je. Dat is allemaal geregeld, dus dankjewel. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Doe lekker een blauw duimpje omhoog als je Mindtopia nog hartstikke leuk vindt. Ik ga kijken of ik inderdaad weer een leuke rol voor jullie kan krijgen. Naast natuurlijk het autobedrijf. Kom even lekker een autootje kopen bij mij. Hartstikke chill. Dan wil ik Vee bedanken. Dankjewel Vee voor het meedoen. Als er nog is. Ja, graag gedaan. Microfoon muten, dankjewel. Alright mensen, kijk op mijn Facebook-kanaal. Staat beneden in de beschrijving natuurlijk. Voor natuurlijk haar leuke Mindtopia, leuke video's. Zie je graag in de volgende video. Later dan als het ziens. En natuurlijk,